Ik ben dus een beetje zenuwachtig, want ik heb zometeen een date met een woordkunstenaar. Ja, we spreken af in een hotel. Geen small talk, straight to bed. We've got a situation in bed met Equation. Let's go. Ik ben hier met one and only Equation. 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 Ik heb situation with Equation in my little vacation. Yes. Okay. Occasion. Wie was hier de woordkunstenaar? Jij vanaf nu bij deze. Dat dacht ik. Ga je ervoor? Ik denk het. Okay. Nee, maar wacht, hoezo schud je? Je moet toch knallen? Je moet ja, maar ga je spuiten? Ja, nee, knallen, daar had ik het over. Verdomme. In de video van volgende week krijgt Aquatie. In de video van volgende week. Dit is gewoon gênant. Ja, wat is dit, joh? Oh, hè? Nou, dit is de grootste anticlimax ooit. Ik zei het. Look. Equation. Mevrouw Kiki. Ik wilde een woordgrapje maken, zo een beetje iets ook met Asian, duration. 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 Wow. Equation en duration. Kijk, we kunnen dus twee kanten op. Vertel. Linksaf is Robinson. Oké. Okay. Rechtsaf is mensen sturen random vragen in en willen random dingen van jou weten. Om en om. Oké. Okay. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Wow, dat is al een tijdje terug. Ik voel me wel eens down, omdat er dierbaren zijn die helaas zijn overleden. Mm-hmm. Ik kan me dat helaas niet meer herinneren, wanneer ik voor het laatst heb gehuild. Ik vind het helemaal niet, het is geen taboe voor mij om te huilen of zo. Als je moet janken, dan moet je janken. Dat is menselijk, toch? Ik ben wel benieuwd, als jij jezelf nu terugziet op tv, heb je dan het idee dat je de real equation ziet? Zeker, zeker. Ik ben blij dat ik ten alle tijden gewoon mezelf ben gebleven en mezelf ben geweest. Als je goed kijkt, dan zie je ook dat ik me op het moment ook afzijdig heb gehouden. Ik denk van ja, ik heb gewoon honger, bitch. Ik moet eten. Ik heb... Was jij bent zo die hangry man op dat eiland? Nee, gelukkig niet. Want je at wel. Je eet echt aanzienlijk minder. Ja. Zeker. Maar ik voelde me niet chagrijnig. Ik voelde me eigenlijk best wel cool. Ik zag ineens die titel, toen dacht ik, oh, woordkunstenaar, dat is best wel cool eigenlijk. Ik heb het zelf niet verzonnen, dat was echt, het is mij gegeven. Ja, oké, vet. Het zou tof zijn als iedereen maar iets mocht intikken, dan zie je opeens dat Tim Coronel legend heet of Mariana. Ja, nee, ja, God, en terecht. Ik weet wel dat de redactie, de mensen van Expeditie Robinson, het wel moeilijk vonden om mij een term te geven, want rapper alleen zou niet voldoen. Hoe zou jij het zelf het beste omschrijven? Ik omschrijf mezelf als eerste als kunstenaar, denk ik, als artiest, als schrijver. Ik schrijf gewoon. Ja. En vanuit het schrijven kan iets een spoken word stuk worden. Mm-hmm. Het kan een theatermonoloog worden, het kan een column worden in de krant, maar het kan ook een boek worden. Vanuit het schrijven ga ik gewoon, word ik een beetje hybride of fluïde, denk ik. Dan ga je meer de interdisciplinariteit in. Ik doe vooral wat ik leuk vind en dat is toevallig acteren, maar ook presenteren en schrijven en rappen en optreden. En dat is het. En ik geef ook wel eens workshops en daarmee begeleid ik inderdaad talenten. Wat is de tofste reis die je ooit hebt gedaan? Maar ik ben wel veel thuis, zeker. Tofste reis dit jaar was sowieso Filipijnen, Robinson. Ja. Dat absoluut, absoluut. Wat een zekere reis was dat. Was de experience totaal anders dan je had verwacht? Of dacht je wel een beetje van... Wat echt een levensmotto voor mij is dat je altijd met iedere nieuwe uitdaging moet je neutrale verwachtingen hebben. Sterker nog, geen verwachtingen. Dus ik verwachtte helemaal niets. Ik had een aantal seizoenen gezien. Mm-hmm. Twee, wel geteld. Ja. En ik dacht, we gaan het gewoon doen. Let's buy it out. Laten we kijken hoe het is. Kan jij aan de mensen thuis, waarom altijd weer dat stemmetje, heel even mysterie rondom dat zwemdiploma uitleggen? Is het Heb een mysterie? Heb jij één week voordat je erheen ging dat je dacht, ik moet even snel? Of... Eén week. Of, ja, zo zag het er wel uit. Nee, je wordt natuurlijk een periode van tevoren gevraagd. En ik begon pas een maand van tevoren, waar ik toch nog wel even een mentale drempel had. Ja. Heb je dan alleen zo'n diploma A gehaald? Alleen A-diploma. Die had ik echt een dag van tevoren gehaald. Wow. En het ging zo mijn koffer in. Als ik het niet haalde, dat was ook de deal die ik maakte. Als ik het niet op tijd haal, dan doe ik niet mee. Oh ja. Dus ik denk dat de redactie ook daar wel rekening mee heeft gehouden. Nou, ik weet niet wie jou precies heeft laten slagen. Mm-hmm. Erik? Nee. Erik ging niet helemaal goed, hè, op die eerste proef. Nee, dat is lullig. Ik snap het. Ja. Ik dacht, we blijven even een beetje lekker in die Robinson-stilo. Ja. Dus ik heb voor jou Empingblado. Mm-hmm. Met een beetje... Een gotannetje, die ken je nog wel van de samensmelting. Ja. En dan doe ik er altijd een beetje zo die chilisaus
Hè? Als de Indo het zegt, dan moet je maar vertrouwen dat het goed is. Oké. Dus. Heb je dit wel eens gegeten? Nee, nog niet. Nou, voor alles een eerste keer. Oké, ik probeer het. Cheers. Ik heb van meerdere Robinson-kandidaten gehoord dat ze best wel weer moesten wennen of zo aan hun partner toen ze thuis kwamen. Het is logisch dat je even moet wennen. Ik had het nog met Giel, met Thomas Berger over. Van, hey, hoe reageerde je vriendin toen je terugkwam? Ja. En we hadden precies hetzelfde. Dat we zeiden dat onze vriendinnen ons best afstandelijk vonden. Ja, oh ja. En zij vonden dat van jullie? Ja. En hoe was het voor jou ook om je dochtertje weer ja, super mooi, in je armen te kunnen sluiten? Zwaarder geworden, lekker bolle wangen ook. Oh, ja. Zij moest een beetje aan mij wennen. Maar het was wel heel snel weer voorbij. We gaan even de diepte in. Oké. Nu we het toch over je dochtertje hebben. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd of er een fout is in je leven die je zelf hebt gemaakt, mm-hmm, waar je je dochtertje voor zou willen behoeden. Ik ben in mijn jeugd een enorme meeloper geweest. Mm-hmm. In allerlei soorten vormen. En hoe oud was je toen? Even voor? Ja, ik denk dat dit een periode was tussen de 14 en 16 jaar. Ik ging wel echt gebukt onder peer pressure. Oh ja. En dat zou ik wel aan mijn dochter mee willen geven. Wat is jouw favoriete lichaamsdeel? Mijn favoriete lichaamsdeel sowieso mijn rechterhand is. Ja? Ja. Vertel. En niet een cliché antwoord als mijn lul of zo. Ik denk dat echt, met mijn rechterhand heb ik zoveel negativiteit kunnen omvormen met iets positiefs door het schrijven. Ja. Ik denk hij zit gewoon echt fucking sarcastisch te doen, maar je meent deze. Ja, hij is gewoon diep. Echt, alsjeblieft, ga door. Ik ben helemaal maar het is ook zo, toch? Geïntrigeerd door dit antwoord. Ik heb heel veel, mijn rechterhand heeft me echt een soort van door goede banen geleid, weet je. Mm-hmm. Maar ik had nooit kunnen weten dat ik zoveel zou doen met de taal, met de Nederlandse taal. Dat taal echt mijn tool zou worden. En je schrijft alles op met rechts. Wat heb je onlangs nog geleerd? Ik heb onlangs geleerd dat ik geen sarcastische grapjes moet maken met mijn dochter. En ze zit helemaal in die vibe van Nederlandse kinderliedjes. We reden laatst naar huis. Ja. En zij heeft Push Your Mail echt heel lang op repeat. Ja. En ik dacht van oké, nu wil ik even mijn eigen muziek luisteren. Ik heb zo vaak Push Your Mail geluisterd. Ja. Vandaag niet meer. Nu zijn we klaar. Ja. Toen keek ze me echt zo aan. Zo. En kunnen we dit even zo in slow-mo? toen dacht ik echt van wauw, oké, ik kan geen grapjes met haar maken. Nu nog niet, want ze snapt het nog niet. Ja. Dus toen heb jij de rest van de autorit dat je dacht, nou fuck it, dan maar staat gewoon. Nog steeds op repeat. ja, zeker. Oh. Ja, dat begin is gewoon vals. Ja, is toch geweldig? Hondje blaf, waf, waf, waf. Blijf jij van mijn lekkers af. Wat was het meest gangster wat je ooit hebt meegemaakt? Oh ja, een vraag. Wat is het meest gangster? Heb je een goed antwoord op? Anders gaan we nu door naar de volgende vraag. Het meest gangster wat ik ooit heb meegemaakt was sowieso. Er was een dame die geklapt werd op Mysteryland. Ergens in de afstand. En ik zag dat gebeuren. En ik was toevallig ook met een paar vrienden en we zagen dat. En je klapt terug. Ik dus kan gewoon die niet vrouw zo goed in onrecht. Vond jou helemaal de hero of the day? Nee, het was gewoon heel awkward. We liepen ook snel door. Heb jij nog contact met je eerste liefde? We volgen elkaar op Instagram. Volgen is toch wel contact hebben, op een of andere manier. Mm-hmm. Dus dat. Nou, ik vond dit echt het meest lazy interview ever. Komt het omdat ik zwart ben? Wat is dit nou weer? Zo. Lieve Equation. Lieve Kiki. Met welke song wil je dit interview eindigen? Ik heb één song die ik echt tof vind sinds gisteren. Ja, sinds gisteren, oké. Sinds gisteren, oké. Voor je dan. En het heet Mood. Ja, precies die. Die. Dit is. Ik vind het zo chill. Ik heb hem gisteren echt de hele dag op repeat gezet. Oké. Wat rustig, schat. Wat rustig. Doei, lieve mensen. Anything for cash. 9 in the mood, fine.